Hallo allemaal, vandaag is het Teatime dag. Dus laten we eens kijken wat we daarbij kunnen tekenen. Nou, ik denk al sowieso aan een theepot of zo. En in Engeland hebben we natuurlijk high tea en afternoon tea. Dat zijn trouwens twee verschillende dingen schijnt. Wist ik ook niet. Maar laten we daar dan iets wat bij tekenen. Teken je weer mee? Ja, theetijd. Hoe gaan we dat tekenen? Nou, ik dacht al beginnen eens even met een theepot. Zo. Even kijken dat ik het een beetje in het midden doe. Zo. Nou, dus een deksel. Zo. En dan een theepot zo'n beetje zo'n bolle vorm. En een voetje eraan. En die kunnen we ook eigenlijk wel gewoon zo tekenen. En dan zo'n bolle tuit. Zo, die zit aan de bovenkant plat. Zo. En een oor. Zo, dan hebben we best wel een vrolijke theepot. Nou, hier het gaatje waar de thee uitkomt. We kunnen hier natuurlijk wat schaduw zo aangeven aan de theepot zelf. Door weer te asseren. Ook aan die tuit. We kunnen natuurlijk ook een hele vrolijke pot van maken door er allemaal hartjes op te zetten. En dan wordt het echt een feestelijke theepot. Zo. Nou, zo kun je het natuurlijk helemaal vol zetten, zo met hartjes. Die kunnen ook gewoon in die schaduw staan natuurlijk. Hè. Ook op de tuit. Nou, tea time. Zo. Wat hoort er nog meer bij tea time? Kopjes natuurlijk. Laten we eens een leuk kopje tekenen. Zo. Ook een voetje eraan. Een beetje een schattig kopje maken. Klopt die verhouding natuurlijk niet helemaal met het pot zo. En dan doen we daar zo'n leuk oortje aan. Zo klassiek. Dan zit hier zo'n. Zo. En dan, dat is leuk om die dan bijvoorbeeld met bloemetjes te doen. Ook aan de binnenkant. En dan zijn natuurlijk ook de buitenkant versierd. En dit is dan de thee natuurlijk. Zo, een beetje weer kaatsing van die thee. Nou, de damp die eruit komt natuurlijk uit de thee. Het moet wel hete thee zijn, hè? Nou, de Engelsen drinken de thee met melk. En ook de high tea. Dat schijnt weer wat anders te zijn dan de afternoon tea. Maar goed. Een vrolijk theekopje zo. Beetje klassiek theekopje. Klassieke theepot. Wat kunnen we er nog meer bij verzinnen? Een theezakje misschien. Zo. Hier een hup. En dan zit er nog een touwtje aan vast. En een labeltje. Zo. Daar staat dan ook wat erin zit voor thee. En er zit natuurlijk thee in het zakje. Zo. Nou, voilà, een theezakje. Ja, koekjes, muffins misschien bij de tea time. Ik zou zeggen, macaron kan natuurlijk ook nog. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met
Tea Time. En zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.